Vorige week zaten hier de aanvoerders van Sparta en Excelsior aan tafel. Hoe binnen één week de voetbalverhoudingen in Rotterdam kunnen veranderen. Dit is FC Rijnmond. Goedendag, hartelijk welkom bij de laatste FC Rijnmond van dit seizoen. En ook in deze laatste uitzending hebben we tal van Rotterdamse voetbalontwikkelingen te bespreken. Met de naaste Jan-Dirk Stouten ook Rob Jacobsen aan tafel, voormalig trainer van Sparta en Excelsior. Ik zeg er trouwens nog eventjes bij dat we straks een uitgebreid interview hebben met de trainer van Feyenoord, Mario Been. Rob, ben jij blij met de promotie van Excelsior of meer teleurgesteld om de degradatie van Sparta? Maar ik kan blij zijn om de promotie van Excelsior, omdat het een jong elftal is wat een podium hoger stappen gaat maken. Hè? Om in deze termen maar te blijven praten. En zeer teleurgesteld in het degraderen van Sparta. Wat je al lang hebt aanzien komen. En dat is kracht bijgezet door dat toch wel de miscommunicatie, of hoe je het ook wil noemen, van iemand aanstellen, de koning van Cavalla. Ademos, even en waar dan, waar dan alles mee verkeerd gaat, wat je maar verkeerd kunt zien. En daar, ook voor de man die heeft maar gedaan wat hij dacht dat hij goed moest doen, maar het ging allemaal fout. Had jij het wel geflikt? Ik heb aangeboden om daar gratis, no cure, no pay, om daar te zitten. Dan kunnen we altijd daarna nog over die centen praten, dat is geen enkel probleem. Maar ze hebben mij niet gevraagd en dat vond ik raar. En ik denk, ja, als je zelf 2 jaar lang bij Sparta hebt gezeten, zonder problemen in de Eredivisie ben geweest. Ik had van de vorige toenmalige Martin Malon, algemeen directeur, nog een nieuw jaar, 2 jaar contract. Ja, dan heb je toch in die loop van die tijd heb je heel veel ervaring En kennis van zaken. En dan vind ik het. En ik heb dit seizoen 12 keer Sparta zien spelen. Mm-hmm. Ik heb ze geanalyseerd. Ik heb ze gefileerd. En dan komen we bij de koning van Cavalla terecht. Dat is ongelooflijk. Jan-Dirk, de vraag is nu wie de nieuwe trainer van Sparta wordt. Is daar al nieuws over? Nee, Sparta gaat eerst een technische commissie in het leven roepen. Is van de week bekend geworden toen de commissarissen demissionair zijn geworden. In die technische commissie gaan 2 commissarissen zitten. Directeur Peter Bonthuis en een man met een voetbalachtergrond, Cor Pot. Wordt in dat kader stelselmatig genoemd, nog geen nieuwe trainer. Er circuleren wel telkens 2 namen. Die van Fons Groenendijk, oud-Spartaan, die al een keer assistent was van Mike Snoei. Die naam wordt nadrukkelijk door een aantal betrokkenen genoemd. En die van Jan Eversen, die gaat vertrekken bij RvA, dat is zeker. En die kan naar Sparta, maar ook naar Willem II. Dus dat wordt nog even spannend. Is er veel gebeurd deze week bij Sparta. De degradatie afgelopen zondag. Raad van Commissarissen die opstapte. En Ademos die aangaf te zullen vertrekken op het kasteel. We gaan nog maar eens terug naar de afgelopen week van Sparta, afgelopen zondag. Het was natuurlijk de week van Sparta Excelsior. De tweede wedstrijd kende een stapelgekke ontknoping. Maar na het eerste duel zei Sparta-trainer Ademos al dit. Je hoeft maar een balletje in de kluts te vallen in de laatste minuut. Als zij moeten bij 1-0 voor Sparta, dan kan er een balletje zomaar tegen iemand aankomen. Of ongelukkig in de kluts komen, dan is het weer gelijk, dan ben je weg. Eens kijken, het wordt 1-0 voor Sparta. Excelsior moet. Er valt een balletje in de laatste minuut en het wordt 1-1. En dan is Sparta weg. Een bizar scenario dat niemand had kunnen voorspellen. Hoewel, niemand. Ik wist van tevoren wat zich zou afspelen hier zo. Fernandes maakte de winnende, maar de Most wist wel wie de beste man van het veld was. Die nummer 4, Matoko. Pardon? Wie? Die nummer 4, Matoko. Ah ja, Matoko. Mojito. Mokotjo was trouwens ook erg goed hoor, Aad. Maar het dure doelpunt kwam dus van de voet van Fernandes. Dat is een goal van 4-5 miljoen. En de consequenties voor Sparta zijn enorm. De raad van commissarissen is min of meer opgestapt. En Sparta neemt afscheid van Denneboom, Koenders, Bodoel, Van Gessel, Dissels, Adelaai, Varkenvisser, Van Buren en Erik Valkenburg en Nick Viergever zijn zo goed als rond met AZ. Naar verluid moet zelfs Lerin Duarte's abonnement op de Hitkrant opgezegd worden. En gaat ook de lievelingscactus van Peter Bonthuis de deur uit om de kosten te besparen. Vooral het verlies van de Hitkrant kwam bij bijna iedereen keihard aan. Alleen de Mos bleef er cool onder. Ik wist van tevoren wat zich zou afspelen hier zo. Maar ook de man die per se wilde blijven, Ere of Eerste Divisie, liefst voor 5 jaar, vertrekt. Ik heb contract voor die 45 dagen getekend. En daar
Ik denk niet dat het verstandig is voor beide partijen om daarin verder te gaan. Maar voor de toekomst van Sparta hoeft niemand te vrezen. De club moet een stapje terug, maar is financieel gezond. En een faillissement van Willem II zou Sparta zelfs in de eredivisie kunnen houden. Zo komt voor Sparta een hallucinant seizoen ten einde. Lucky cigar voor Excelsior. Je hoort het. Ja, het publiek. Lucky cigar. Je weet zelf. Hoe het ook zij, de promotie van Excelsior is een grandioze prestatie. Maar daar blijven de Kralingers heel normaal onder. Men laat zich op zijn hoogst een nieuw kapsel aanmeten. Ja, Alex Pastoor schijnt nog steeds bij dat kapsel rond te lopen op Woudestein. Jan Dirk, jij hebt hem afgelopen maandag uitgebreid gesproken op de radio. Je bent gecharmeerd van Alex Pastoor. Ja, hoe knap is de prestatie van deze nog tamelijk jonge coach? Ja, fantastisch. Hè? Als je in je eerste jaar als hoofdtrainer in betaalde voetbal deze prestatie levert, als outsider begonnen aan die play-offs, een knappe derde plek in de competitie. Als je dat weet realiseren, zet je gelijk iets neer. Als trainer is iemand uit de school van Gert-Jan Verbeek, waar hij jarenlang bij Heerenveen goed mee heeft samengewerkt. Verbeek was ook speciaal voor hem op het kasteel afgelopen zondag. Ja, een trainer die heel veel psychologie er ook bij had, heeft zijn spelers een dag voor die wedstrijd gevraagd op het kasteel. Hebben jullie al gedroomd van een overwinning? Hebben jullie al gedroomd van promotie? Je kunt daar van alles van vinden, maar dat is zijn aanpak en die werkt fantastisch op Woudestein. Echt een atypische voetbaltrainer. Ja, het is heel kenmerkend hoe die met het elftal toch die competitie is doorgegaan. Ik heb ze zien spelen in de fameuze bekerwedstrijd tegen Haaglandia met die 6-6. En toen was dat elftal onherkenbaar. En nu stond er een elftal wat gewoon goed voetbal speelde. Ja. En in tegenstelling tot Sparta, wat totaal geen voetbal gespeeld heeft. Het was een bizarre wedstrijd afgelopen zondag. Er is trouwens inmiddels ook alweer sprake van contractverlenging bij Excelsior. Sikuni Banjar moet vertrekken, evenals de keeper Arjan van Dijk. Met name Banjar verbaasd dat hij wegkomt. Wel opvallend. Hè? Van de winter, toen Feyenoord op trainingskamp ging en Dani Fernandes voor lange tijd uit de rotatie was. Die is nu pas weer fit met in het oog het nieuwe seizoen. Ja, toen was Banjar zelfs de beoogde rechtsback van Feyenoord. Tot hij daar in Turkije, waar hij met Mario Been mee mocht trainen, geblesseerd raakte. En toen pas kwam Stefan de Vrij in beeld. Het vertrek van keeper van Dijk vind ik niet zo onlogisch. Is niet goed genoeg voor de eredivisie. En je weet dat Feyenoord met Rob van Dijk, met Darley en Mulder drie eredivisiewaardige keepers heeft. En mijn prognose is dat één van die twee, Mulder of Darley, bij Excelsior zal gaan keeper in de eredivisie volgend seizoen. Tegenover het feest op Woudestein is er de deceptie in Rotterdam-West. Degradatie van Sparta. De Mos gaat vertrekken, Raad van Commissarissen stapt op. Allemaal, Jan Dirk? Ja, ze zijn demissionair. Ik heb van de week Simon de Jong een paar keer aan de telefoon gehad. Wil overigens niet met ons praten. Wil met geen enkel medium langer van gedachten wisselen. Maar van de week belde hij wel keurig terug. Mijn verwachting is dat dit bestuursorgaan dat nu volledig demissionair is, dat de Jong en Achter op termijn wel bij de club gaan blijven. Ik zou het ook niet onlogisch vinden. Die hebben privé en ook zakelijk heel veel geld in deze club gestopt. En dat zijn mensen die ook in de toekomst waardevol zijn. Alex Klein en zeker Kees van Kuilenborg zullen niet meer terugkeren in een nieuwe bestuursorgaan. De vraag is wat er met Adjan Koren gaat gebeuren. Maar nogmaals, Achter en de Jong zijn en blijven wellicht ook in de toekomst belangrijk. Iedereen hoopt bij Sparta, en dat is logisch, daar kan Rob misschien ook dingen over zeggen, dat Hans van Hilsbergen, Hans Dektiel, gaat terugkeren. Maar die heeft te laten doorschemeren, daar weinig of eigenlijk helemaal niets voor te voelen. En dat is wel een tik. Want als je over echte clubmensen praat met liefde voor Sparta, is het van Hilsbergen wel. Zou dat wat voor jou zijn? Een plek in de Raad van Commissarissen of in die technische commissie waar Jan Dirk het net over had? Nou, als ik maar over voetbal kan praten en over voetbal kan denken en uitvoeren, dan is dat geen probleem. Ja. Dan is het absoluut geen probleem. We gaan spreken over Feyenoord. Want Jan Dirk had eerder deze week een ontmoeting met de trainer Mario Been. Een uitgebreid gesprek dat begint over de aanvoerder Giovanni van Bronckhorst. Die heeft aangegeven te stoppen met het spelen van betaald voetbal na het komende WK. Ik heb Gio wat dat betreft altijd een voldoende gegeven. En nogmaals, hij heeft problemen gehad tegen hele snelle buitenspelers. Maar ja, welke linksback heeft dat niet? Dus dat is logisch. Hè? Gio is niet de allersnelste meer. Maar door zijn het goede staan. Hij staat altijd goed. Heeft hij zich gewoon makkelijk gehandhaafd bij mij in deze groep. Heb je hem geprobeerd te beïnvloeden om nog wel door te gaan als speler? Ja, absoluut. Ik heb vaak tegen hem gezegd, denk er nog een nachtje over na. Want ik wist het natuurlijk al een paar weken, maar we moesten het stilhouden. Maar aan de andere kant, als hij eenmaal zijn keuze heeft gemaakt, ja, dan denk ik dat hij daar niet meer op terugkomt. Ik denk dat als je zelf zo je afscheid kan regisseren, wat Roy ook heeft gedaan en nu Gio ook, afsluiten met een WK, misschien dadelijk meer dan 100 interland spelen. Ja, dan denk ik dat iemand kan terugkijken op een geweldige carrière. Ron Vlaai, in de voorbereiding zei je letterlijk,
ik weet niet of ik hem kan gebruiken. Ik weet niet hoe fit hij is. En nu gaat hij misschien wel mee naar Zuid-Afrika. Ja, dat is ongelooflijk. Als je natuurlijk 2 jaar zoveel blessureleed gehad hebt, dan moet je maar afwachten in zo'n voorbereiding hoe houdt hij zich. Hè? Want in de voorbereiding was het natuurlijk ook half wedstrijdje, dan weer een heel wedstrijdje. Maar het ging vrij snel en met name de wilskracht van deze jongen is natuurlijk daarin bepalend geweest. En ja, als je het dan hebt over een belangrijke speler gedurende het hele seizoen, is hij dat geweest. Nu is het tragiek wellicht, dat weet je als geen ander omdat je lang in die voetballerij rondloopt, dat je hem, maar ook andere spelers als Ver en El Amadi, misschien wel Wijnaldum, ook een groot talent, gaat kwijtraken. Hoe erg is dat? Nou, dat zou voor onze sportieve ambities heel erg zijn. Maar financieel heel goed misschien wel. Ja, daar ligt ook de bottleneck. Hè? Als je weet dat Feyenoord natuurlijk geld nodig heeft en ik en Leo en de mensen om me heen bezig zijn met het sportieve aspect. Ja, dat gaat botsen dan. En, ik heb zelf wel eens gezegd, als wij in staat zijn deze selectie bij elkaar te houden. 1-2 aanvallende impulsen te kunnen geven. Ja, dan denk ik dat wij volgend jaar gewoon weer minimaal bij de eerste 4 plaatsen kunnen spelen. Maar dat lijkt een utopie. Ja, toch? Ja, zoals ik de club moet geloven. En nogmaals, er is nog geen club geweest voor welke speler dan ook. Ja, dan begrijp ik ook de financiële situatie. En nogmaals, daar heb je dan bij neer te leggen. Maar ja, het zou wel heel jammer zijn. Is het dan toch gewoon zo dat je nu 4e wordt en de bekerfinale haalt, maar dat je volgend seizoen misschien wel mindere ambities gaat hebben? Hoe pijnlijk ook? Ik ben een echte Feyenoord en ik loop daar niet voor weg. En als dat dan dus betekent dat we inderdaad weer een stap terug moeten maken, ja, zo be het. Maar strookt dat ook echt met je eigen ambities? Want je wil denk ik prijzen winnen als trainer. Ja, ik wil dolgraag prijzen winnen. En dat kan dan misschien wel niet bij jouw droomclub? Nou ja, dan zou dat een 1 of 2 jaar even in de ijskast moeten. Maar nogmaals, je weet hoe ik in elkaar zit. Ik heb bij Excelsior met weinig middelen zijn we kampioen geworden. Bij NEC van het ene naar het andere jaar steeds stapjes gemaakt. Dus ik denk dat we ook zeker in de toekomst hier bij Feyenoord weer hele mooie dingen kunnen zien. Mario Been is stapjes aan het maken met Feyenoord. Het belangrijkste, Jan-Dirk, wat we hem hoorden zeggen, is dat de sportieve ambities weer omlaag moeten. Het is ook bekend dat er bepaalde spelers in de belangstelling staan van andere clubs. Is daar nou al iets concreets over? Nee, de verwachting is, maar dat zegt iedereen in het voetbal, dat pas in augustus, als de transfer deadline nadert, die transferwindow gaat sluiten, dat er overal pas echte actie gaat komen. Dus je moet niet uitsluiten. De competitie begint alweer in het weekend van 6 augustus in Nederland in de Eredivisie. Ja, dat er pas dan allerlei zaken echt concreet gaan spelen. En de echte gekte is internationaal qua bedragen voorbij. Dus stel dat je een speler als Vlaar of Ver of El Amadi of Wijnaldum verkoopt, krijg je niet meer de bedragen die je een aantal jaren geleden kreeg. Ver is wel een nadrukkelijke kandidaat om het middenveld bij FC Twente te gaan versterken. De vraag is alleen of een speler die in Nederland bij de nummer 4 speelt, de kampioen waar hij weliswaar Champions League kan gaan spelen, FC Twente, als een stap vooruit ziet. Ja, qua positie op de ranglijst en status wel. Maar denk erop dat Twente voor spelers van Feyenoord echt een stap omhoog is? Dat ze daar echt een forse stap in hun carrière zetten? Nee, nog niet. Want die spelers bij Feyenoord zijn ook nog bezig met hun eerste seizoen. En dat heeft geleid tot wisselvallige prestaties. Wat kenmerkend is van jonge spelers die goede wedstrijden spelen en ook minder goede wedstrijden spelen. Maar denk je dat een jongen als Ver een betere voetballer wordt in een beter voetballend team? Dat hij dan zelf zich meer gaat ontwikkelen? Nou, wat Ver vooral moet doen is niet zoveel lopen met een bal. Dat zou ook al een stuk schelen. En dat hij gewoon eens meer de wedstrijd gaat leren lezen. Want iedere keer, er is ongelooflijk veel balverlies geleden bij die jonge gasten. Van de zijkanten is nooit Makai op zijn wenken bediend. Mm-hmm. En dat zijn allemaal zaken die spelen mee. En dat weet Mario Been als geen ander. Maar of dat dan een aanwinst is voor FC Twente. En ik zou niet weten of die in dat eerste van Twente direct zouden kunnen spelen. Dat vraag ik me af. Been en Feyenoord zijn dit jaar geprezen om natuurlijk de keurige 4e plaats. Ja. De finale plek in de beker. En het doorlaatstromen van diverse talenten. Toch als je met de seizoenkaarthouders spreekt en de supporters, is er toch een negatieve tendens. De amusementswaarde in de Kuip was dit jaar niet groot. Wat vind jij daarvan? Ja, dat klopt. Omdat die mensen steeds weer zitten te wachten op een Feyenoord wat mee gaat doen voor die hoofdprijs. En dat kan niet bewaarheid worden. Maar hoe pijnlijk ook, die ambitie moet iedereen die iets met Feyenoord heeft voorlopig uit het hoofd gaan zetten. Ja. Ik ben wel met je eens, hè. Er is absoluut bij Vlagen niet goed gevoetbald, maar ook wel regelmatig wel goed gevoetbald. Ja. Maar ik proef bij heel veel mensen ook wel een soort van begrip voor de situatie. En dat is ook de verdienste van een man als Leo Beenhakker. Ja. Maar het was lang niet altijd goed, absoluut niet. We gaan erdoor met het gesprek dat jij had met Mario Been. Het gaat nu
over een topaankoop, Sekou Cissé. Die heeft er lang niet gebracht als dat we hadden verwacht. Nou, ik moet zeggen dat inderdaad dat hij niet goed heeft gepresteerd. Zeker niet wat we hadden verwacht van Sekou. Aan de andere kant zien wij natuurlijk wel zijn kwaliteiten. Die heeft hij ook dit jaar in bepaalde wedstrijden laten zien, maar te weinig. Nou ja, meenemen het feit dat hij natuurlijk een half jaar met een kwetsuur loopt aan zijn teen. Wat hij eerst verzwegen heeft, later aan het licht kwam dat er weer een scheurtje in zat. Later was het gebroken, dus het was eigenlijk een hele langdurige story over die teen. Wat me absoluut niet beviel. Maar ja, aan de andere kant heb je ermee te maken. Dus de echte Sekou Cissé hebben wij zeker nog niet gezien. Jij wel vertrouwen in het feit dat hij een keer gaat brengen wat je bedacht had? Absoluut, absoluut. Ik zie gewoon dat hij een meerwaarde is voor dit Feyenoord. Alleen, hij moet wel op en top fit zijn. Is Wanderson nog actueel? Nou, Leo Beenhakker heeft nog steeds het contact daar liggen. Maar nogmaals, het heeft ook weer te maken. Er moet eerst iets weg, willen wij iets kunnen halen. En dat is gewoon de realiteit. En, dat blijft? Dat blijft zeker. En wij weten dat spelers met goals ons verder kunnen helpen. En dat is ook hetgeen wat we dit jaar gemist hebben. Als je kijkt naar Ajax met een Suárez in zijn ploeg. Ja, heb jij zo'n speler in je ploeg? A, maak je veel meer goals. Dat betekent dus ook veel meer punten. Maar B, de geloofwaardigheid in je ploeg. Hè, dat je het vertrouwen hebt. Je hebt er eentje voorin lopen die elke wedstrijd een goal maakt. Ik denk dat toch wel een extra klasse is. Wat is jouw plan voor komend seizoen? Nu je bijna op vakantie gaat? Er kunnen natuurlijk allerlei dingen gebeuren. De carousel van transfers is nog niet op gang. De WK komt er nog aan, daar kunnen spelers zich manifesteren. Thomasson die meedoet, van onze kant Vlaar, die natuurlijk daar een hele belangrijke rol kan gaan spelen. Dus wij weten niet hoe de selectie eruit zal zien. Wel is het feit zo dat ik een hele hoop jonge spelers zal gebruiken in de voorbereiding, om die een kans te geven. Nou, en ik vind het belangrijk dat we niet weer dezelfde fout maken wat we gemaakt hebben bijvoorbeeld met een Ignatovic. Om je eigen jeugd voorbij te lopen. En je weet, het maakt voor mij niet uit hoe oud je bent. Als je talent hebt, kan je het aan mij laten zien. En dan verdien je een kans in Feyenoord 1. Gaat Beenhakker er lange tijd bij blijven, denk jij? Dat heeft hij wel gezegd. Hè? Desnoods met zijn rollator naar de Coolsingel. Dus daar hou ik hem ook aan. Ja, soms heb je ook het gevoel dat hij openingen laat als Australië zich meldt? Of... Nou, hij heeft met mij daar nooit over gesproken in die zin dat Australië geweest is. Maar ik weet dat er wel meer landen voor hem geweest zijn, ook voor dit WK. En wat hij wil is succes hebben met Feyenoord. En nu weet ik, daar zal hij alles aan gaan doen om dat ook te bewerkstelligen. Als een mooi land jou belt. Australië belt je. Je kunt voor veel geld bondscoach bij ons worden. Nee, ik blijf lekker bij Feyenoord. En ik hoop de ontwikkeling, de positieve ontwikkeling, die zeker gaat gebeuren. Want we hebben het nu over eventuele negatieve zaken die kunnen gebeuren. Maar de andere kant van de medaille, en dat meen ik echt, deze club, daar ontstaan altijd weer dingen waar niemand in had geloofd of waar niemand had verwacht. En ook ik denk dat het dadelijk wel mee zal vallen allemaal. Jullie zijn bezig met iets moois voor jouw gevoel? Absoluut. Fijne vakantie. Ja jongen, dankjewel. Talenten van Feyenoord als Ver en Wijnaldum hebben onlangs aangegeven dat Mario Been Feyenoord het beste is dat dit seizoen is overkomen. Dat is een mooi compliment van deze jeugdige spelers van Feyenoord. Het hele interview van Jan-Dirk met Mario Been is trouwens terug te vinden op de website www.rijnmond.nl. We gaan dan nog eventjes terug naar Sparta. Rob, wat moet er met die club gebeuren en wat zou jouw rol daarin kunnen zijn? Nou, als ik een rol zou kunnen spelen voor de Sparta, dan zou ik als eerste het telefoonnummer van Louis van Gaal vragen. Pardon? Louis van Gaal, die een Sparta-achtergrond heeft, die Sparta nog steeds een warm hart toedraagt en waar ik heel goed mee door één deur kan. En dat zou ik aan hem vragen, wat hij ervan zou vinden als ik dat zou gaan doen met een jonge trainer die een jaartje of 10 jonger is dan ik. Op het veld en dat we dat samen dan zouden zijn gaan doen. Om adviezen gaan vragen over de sportieve toekomst van de club, Rob. Louis van Gaal, ja. Zou hij daar tijd voor hebben? Ja, maar er kan toch telefoontje vliegen, dan kun je naar die man toe, dan praat je een uurtje met hem. Die staat natuurlijk best voor open. Ja, dat zou toch mijn eerste stap zijn voor Sparta. Maar ik word niet gevraagd, dus we zitten hier gewoon open deuren in te trappen. En wat mij betreft is dat voor mij geen enkel probleem. Sparta gaat op vrijdag spelen. Kan ik ook nog bij mijn oude clubje op zondag Neptunus nog wat doen. Dus dat zou een enorme fijne zaak zijn. Maar Sparta, en laten we nou eens positief gaan worden. Want Sparta moet nu natuurlijk wel, nu al eigenlijk al bezig zijn met de eerste divisie. Daar moeten ze een periode in halen, moeten ze weer zekerheid krijgen. Maar ik denk dat daarom, om terug te komen. Jan Evers ook wel kandidaat. Ik zou het goed vinden, Rob, als jij op een ander gebied, misschien wel op technisch vlak, een adviseursrol zou gaan willen vertolken. Voor twee consumptiebonnen of zo.
Ik denk dat Jan Eversen, nogmaals, ze moeten nog die technische commissie installeren. Ze gaan nog een aantal kandidaten benaderen. Maar Jan Eversen is wat mij betreft op dit moment de kandidaat om dat toch te gaan doen. Die kent de club. Rancune is vaak een uitstekende drijfveer om te presteren. Jan is daar eerder ten onrechte weggestuurd. Wil graag laten zien dat hij Sparta echt verder kan brengen. Kent de eerste divisie, dat is nu heel belangrijk. Je moet nu weten hoe AGOVV speelt. En hoe MVV bij balverlies gaat voetballen. Het is triest om te moeten zeggen, maar het is wel waar. Ja. Jan kent de eerste divisie. Dat lijkt me echt de kandidaat om het daar te gaan doen. Heren, een voetbaljaar zit erop. Ja. Met bijzonder veel plezier hebben wij weer 40 afleveringen FC Rijnmond gemaakt. Met de hele sportredactie van RTV Rijnmond. Tot slot, Robin, ik begin met jou. Jouw voetbalhoogtepunt van dit jaar? Mijn voetbalhoogtepunt van dit jaar, dat is ook tevens een dieptepunt. Dat is de bekerfinale die Feyenoord gespeeld heeft. Welke? Voor die in de arena? Of in ja, en allebei, want dat gaat nooit over twee wedstrijden. En hoe het moet, dat hebben ze in Berlijn laten zien met Bayern München. Ja, niet over de manier van voetbal, want dat was een geweldige partij. Maar de ambiance, daarna de ontlading van een kampioen die dan staat te klappen dat de verliezers voorbij komen. Ja. De beker in ontvangst nemen. En dat is een bekerfinale. En dat in Rot, wat hier gebeurd is, het leek het wel of we om een oorlogsterrein maar, te maken. Rob, ik vroeg naar je hoogtepunt. Ja, de hoogtepunt. Ja, de hoogtepunten in het voetbalgebied heb ik dit jaar weinig meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Hoogtepunten. Of het moet de goal zijn die kleine Senna maakte, mijn kleinzoon bij CX6, die schoot hem in de kruising. Heeft hij zo hard gelopen dat we hem niet meer konden vangen. En dat, hoe oud is Senna? Senna is die 7 jaar. 7 jaar. Ja, dat was een geweldige solo. A la Messi, om even in Adem Mosse taal blijven. Ja, want die vindt dat Duarte een beetje de kwaliteiten van Messi heeft. Ja, maar ik denk dat zijn dochter daarachter zit, als ik dat even snel nadenk. Kan snel denken. Ja. Is ook wel eens belangrijk voor een voetbalclub, snel denken. Want de dochter van Adem Mosse is de zaakwaarnemer van Duarte, zo zit het toch? Volgens mij is dat zo. Oké. Okay. Nee, dat is niet waar, hè. Laten we geen leugens verspreiden, jongens. Nou, volgens mij is het wel. Wel, is het ja, wel het is wel. Maar goed. Jan Dirk, jij hebt verschrikkelijk veel voetbalwedstrijden gezien, ook dit jaar. Jouw hoogtepunt? Ja, je kunt er niet omheen dat die laatste minuut van Sparta Excelsior een hoogtepunt en een dieptepunt tegelijk was. Hè. Ook voor ons ongelooflijk moeilijk. Heel veel bewondering voor de prestatie van Excelsior. En balen dat Sparta gedegradeerd is. Maar die laatste minuut, die had alles wat sport mooi en ook verdrietig maakt. En als je praat over een hoogtepunt, de tweede helft van Feyenoord Twente. Makai die opstond, Feyenoord naar de finale. Prachtige sfeer, mooie avond. Jan-Dirk Stouten. En Rob Jacobs, dat waren onze laatste gasten in FC Rijnmond. Maar wij gaan even op zomervakantie en komen dan op vrijdag 30 juli weer terug met deze wekelijkse voetbaltalkshow op TV Rijnmond. En aan het eind van het programma gaan we nog maar eens terug naar alle mooie fragmenten die u het afgelopen jaar heeft gezien. Een mooie voetbalzomer en bedankt voor het kijken. Dag. Goeiedag, dit is FC Rijnmond. FC Rijnmond. FC Rijnmond. Fijn dat u kijkt naar onze wekelijkse voetbaltalkshow. De regionale voetbaltalkshow van Nederland. Het afgelopen jaar hebben we 40 keer FC Rijnmond gemaakt voor u. We hebben meer dan 1000 minuten gepraat over voetbal. Met meer dan 40 gasten. Van Feyenoord-directeur Erik Gudde. Tot de dit seizoen bij Sparta ontslagen trainer Frans Adelaar. En van Prem Radakishun tot burgemeester Ahmed Aboutaleb. Kortom, het was weer een mooi, levendig, ontroerend, dramatisch, schitterend seizoen van FC Rijnmond. Ja, je bent de verlosser. Ja, ik vind het allemaal een beetje te ver. Er is wel sprake van Mario Mania. Is dat zo? Ja. Nou, die is mooi. Ik heb nog nooit zo hard horen lachen. Nee, maar die vind ik erg leuk. Ja, die vind ik erg leuk. Van Kuilenborg is nog erger als Louis van Gaal als het erop aankomt. Waarom hij bij Sparta zit, weet ik niet, want het is een gedateerde man. En je krijgt die onvermijdelijke lies van Kuilenborg er gratis bij. Die is nog erger dan Truus van Gaal en Jolante in het kwadraat, moet ik zeggen. Geen van beiden dat zeer waarschijnlijk is. Waarschijnlijker is dat Sparta degradeert. Dan denk ik dat Feyenoord kampioen wordt. Maar je moet niet vragen naar de bekende weg. In ieder geval niet dat Sparta degradeert.
met een grootschot, de technisch directeur van Sparta, gaat u schamen en dient onmiddellijk uw ontslag in als u echt een fan bent. Want u bent verantwoordelijk voor het verlies van veel geld van Sparta. Ik ben rijk, ik heb drie voetbalclubs in mijn gemeente. Excelsior, Sparta en Feyenoord.